In de 14e eeuw ontstonden torenuurwerken met een carillon, de zogenaamde zingende torens. De zingende torens hielpen mensen met de tijd. Het was voor hen een voorslag en een waarschuwing voor de uurslag. De vroegste speelklokken, in huiskamerformaat, dateren uit de late 15e eeuw. Dit waren miniatuurversies van het torenuurwerk met carillon. De muziek werd gespeeld op bellen en de cilinders van deze klokken kon je vaak ook zelf versteken. Dat betekent dat je zelf een andere melodie in de cilinder kon programmeren. Vanaf de 17e eeuw hadden de meeste speelklokken vaste muziekprogramma's. Speelklokken waarbij de muziek wordt gespeeld op een reeks orgelpijpen worden orgelklokken genoemd. Deze waren nog duurder en exclusiever dan bellenspeelklokken. Vanaf het einde van de 19e eeuw werd het mogelijk om de speelkam te laten bespelen door een blikken plaat. Daarmee was de platenspeeldoos geboren. Platen waren een stuk goedkoper en makkelijker te vervangen dan cilinders, waardoor het mogelijk werd om een veel groter muzikaal repertoire beschikbaar te hebben dan voorheen. Platenspeeldozen werden van klein tot groot vervaardigd, voor in de huiskamer, maar ook voor openbare gelegenheden. Aan het succes van de platenspeeldoos kwam rond 1910 een einde met de opkomst van de grammofoon en de radio. Cilinderorgestrions met snaren als voornaamste klankbom en die daarnaast voorzien zijn van xylofoon of metallofoon worden tingeltangels genoemd. Orchestrion is een automatisch orkest, bedoeld om openbare gelegenheden extra feestelijk te maken. Het bestaat uit meerdere muziekinstrumenten die in een meubel zijn samengebracht en die door een gemeenschappelijk muziekprogramma worden bespeeld. De eerste orchestrions dateren uit het begin van de 19e eeuw. Het hoogtepunt van de orchestrionbouw ligt in de periode 1880 tot en met 1930. In de jaren 30 kwam er een einde aan dit succes. In de loop der jaren waren er verschillende programmadragers voor de muziekprogramma's. De eerste orchestrions werden door geprogrammeerde houten cilinders bespeeld. De combinatie van elektriciteit en de pneumatische systemen voor pianola's zorgde voor heel veel nieuwe mogelijkheden in de orchestrionbranche. Bij de grote pneumatische rollenorgestrions uit de jaren 20 kunnen we pas echt van automatische orkesten spreken. De meeste instrumenten werken op muntinworp vanwege hun gebruik in openbare gelegenheden zoals cafés en danszalen. De violina bestaat uit een pianola waarop een koepeltje met drie violen is geplaatst. De violen worden door één gemeenschappelijke strijkstok bespeeld. Daarnaast zorgen mechaniek en voor vibrato en sourdine-effect, temporegeling en snelheid van de strijkring voor een optimale muzikale expressie. Ja.
bijzonder instrument is de Philips Paganini Bockenheim uit 1921. Dit is een orchestrion pur sang. Het bevat een instrumentarium dat 15 muzici vervangt, orgelwerk, piano, harmonium, metallofoon en een uitgebreid slagwerk. Door een revolversysteem kunnen 10 muziekrollen met ieder een speelduur van zo'n 15 minuten in positie worden gebracht. Aan het einde van de 19e eeuw trokken orgeldraaiers in heel Europa met hun orgels door de straten. Met hun muziek zorgden ze voor vermaak en verdienden ze de kost. In de beginperiode voornamelijk met buikorgels, soms voorzien van een houten poot, zodat de orgelman een steuntje had tijdens het draaien. Het orgeltje, hoe klein ook, was namelijk voorzien van een houten cilinder waarop de muziek stond en daarom erg zwaar. Bij het woord draaiorgels doen we meteen de beelden op van de grote, kleurige instrumenten die spelen op straat, op de kermis of in de ouderwetse danszaal. Het basisprincipe van de draaiorgels zijn orgelpijpen die met behulp van een muziekprogramma op de juiste momenten van wind uit de blaasbalgen worden voorzien. Daarvoor is een draaibeweging nodig die zowel de lucht pompt en het muziekprogramma papieren rol of orgelboek in beweging zet. Gavioli introduceerde het orgelboek ter vervanging van de kostbare en zware cilinders en bracht daarmee een revolutie in de draaiorgelwereld teweeg. De draaiorgelboeken worden nu met een computer gemaakt die een ponsmachine aanstuurt. Deze ponst de gaatjes in het karton waar tijdens het afspelen de lucht wordt doorgeperst. Draaiorgels hebben altijd een bepaald aantal toetsen. Bij een 105 toetsorgel wil dit zeggen dat er 105 pennetjes op het klavier zitten. De pennetjes bepalen welke tonen het orgel moet spelen of welke functies het orgel moet uitvoeren, zoals het nabootsen van de klank van een viool. Ook op de kermis werden draaiorgels gespeeld. In België waren dansorgels erg populair. Deze vaak reusachtige orgels met hun koepels en zuilen waren vaak bombastische verschijningen. Door de met spiegels beklede muren vormde het gigantische dansorgel het middelpunt van de grote danspaleizen die in het Belgische uitgaansleven. Tegen betaling kon het publiek in deze discotheken avant la lettre een wals, foxtrot of tango aanvragen. No.
Museum Speelklok bezit verschillende dansorgels, waaronder het Huiskunstdansorgel. Het was bestemd voor de danszaal van de familie Huiskens in Breda. In 1929 werd het door Carl Fraai in Breda verbouwd tot een 105-toets kermisorgel voor de Wembley-attractie van de gebroeders Hommerson. Het kreeg toen ook een ander front. Inmiddels heeft de schuit alweer de vierde front. Draaiorgels hebben bijna altijd meerdere registers. Een register is een reeks orgelpijpen met dezelfde klankkleur. Deze registers kunnen samen of afzonderlijk van elkaar worden gespeeld. Op die manier krijgt de klank van het orgel meer diepgang. Het ging in deze uitgaansgelegenheden niet zozeer om het volume, zoals op de kermis, maar om het ritme. De meeste dansorgels zijn dan ook rijkelijk voorzien van slagwerk. Tot slot nog wat opname van straatdraaiorgels. Straatorgel dubbele bifoon. Straatorgel de drie pruiken. Straatorgel de ijzeren hein. Straatorgel, de Fata Morgana.